Nou mensen, we zijn onderweg naar Barneveld toe. En daar is een open dag. En ja, we laten ons even verrassen daar zo. Proeven, hè? Ja, echte slecht. Honing, heerlijk. Je kan ook even proeven. Ja, ik heb net een worst op. En ik denk niet dat dat nou samen gaat. Nee, hè? Nee. Je bent wel creatief, hè? Ja. Wat kun je er allemaal mee doen met je honing? Voor het eten gebruiken, voor het koken natuurlijk. Hè? Voor op de worteltjes is natuurlijk ook wel lekker. Of in de salade, of in de thee, of in de koffie. Ja. Je kunt overal een beetje mee gebruiken daarin. Ik krijg een idee dat je overal honing op goed of niet? Ik wel, ja. Maar ja, dat komt als je zelf maakt. Dat is natuurlijk makkelijker, hè? Ja. En dus, honing is blijkbaar ook heel gezond, hè? Ja, honing zit natuurlijk heel veel mineralen en stoffen in. En die stoffen die worden uit deze omgeving gehaald. Dus heel veel mensen die bijvoorbeeld last hebben van pollenziekte, hè, die stuifpollen daar last van krijgen. Als ze deze honing hebben, worden ze wat minder gevoelig daarvoor. En er zijn ook heel veel mensen die in deze omgeving dan expres deze honing kopen om wat minder last te hebben van de stuifmeel die er rond zweeft. Dus dan hoef je geen tabletjes te eten, geen spuiten, denk je, gewoon honing. Gewoon een natuurproduct die uit de natuur komt, waar niks aan gedaan wordt. Wordt vers van de bijen gehaald, in potjes gezet en dat is echt natuur. Geen conserveringsmiddel, niks. Gerard, die van mij heb ik ook wel geleerd. Hier zie je die bijen hier zo. Hier zie je de honing. Ja, de honing van de, waar ze al binnen gehaald hebben. Nou, dat zie je hartstikke mooi vol. Dus ze hebben hier goede draad. En hier zie je die bijtjes rondlopen. Ik zie er gewoon heen darretjes. En darretjes bij mannetjes bij, die zijn wat dikker. En allemaal bekseltjes en kleintjes. En grijsjes, en kleine bijtjes. En de koningin die loopt hier rond en die legt eitjes. En als het een beetje mooi weer is, dus het doet goed haar best. Dan legt ze ongeveer 2000 eieren per dag. En dan ben ze de hele dag een beetje bezig. En natuurlijk heel veel werk, hè? Schoonmaken, honing halen, larfjes behandelen, eitjes weer schoonmaken. En zo wordt de hele dag is zo'n bijen voor bezig om zich te produceren. Is ze nou mooi horen? Even hier mooi kieken. Kijk, hier ben ze al mooi in het lengen. Hier ben de larfjes die al dicht ben. En die ben al mooi dicht. Hier kun je al de eitjes zien. Hier ben ze de poes bij. Hier is een mooi celletje weer schoonmaken voor een nieuw eitje. Dat er een nieuw eitje in komt. Nou, hier zie je heel mooi de stuifmeel, wat hier in deze regio gehaald is. En bomen zie je dan een klein beetje honing. Een beetje de glimmende. En dat is de honing die dan uit deze regio opgehaald is. En hier zien we iets mooier, dikker erbij. Een darretje. En die kleine bijtjes, dat ben dan de werksters. Die zorgen ervoor dat dat huisje moet schoon is, dat alles moet schoon netjes gemaakt wordt. Dit is even dun, niks, zeggen ze. Ja. Even luifert. Ja, het is tussen ons door. Ik heb toch zitten mengen of zo. Ja, dat is wel. Ja? Ja. Daar moet even een beetje bij komen. Het volkje is ongeveer 38, 40 graden. Dus ik vind het natuurlijk niet zo leuk dat ik in deze koude dag de bijen was. Laten we weer mooi slapen. Kijk hoe bang hier is, hoe mooi hier is. Benny, we staan bij een bijenstal.
Bij, ja, bij de tuin voor de kennel eigenlijk. Hè? Ja. En deze stal staat er sinds een half jaar. Ja, deze stal is een half jaar geleden ongeveer gezet. De bijenkasten staan nu ongeveer 3 maanden. Er zijn beginnende kastjes. We hopen dat we volgend jaar of einde van dit jaar wat meer honing eruit kunnen krijgen. En de bedoeling is dat in deze jeugdtuin dat de kinderen van scholen zeg maar, begeleiding krijgen van nou, hoe functioneert een tuin. Hè? Hoe plant je de tuintjes? Maar ja, ook heel belangrijk, hoe is de bevruchting? En daar heb je natuurlijk bijen voor nodig. En in dat kader hebben wij ervoor gezorgd dat hier ook bijen komen staan. Ja. En de kennen mogen die ook iets met de bijen doen? Of? Ja, zeker. Wij hebben bijenpakjes en bijenhandschoentjes. Dus hele kleine handschoentjes voor kleine vingertjes, zeg maar. En daar kunnen die kindertjes ook een kastje leeghalen, bekijken. Hoe functioneert dat? Wat gebeurt er in zo'n kast? En waar moet je op letten als je een bijenkast loshaalt? Als er scholen zijn, denken god, dit is geweldig. Waar moeten ze zijn? Of weet je het zo niet? Dan kun je bij Hessel. Hessel is van de tuinvereniging. Op Facebook kun je ons vinden, de jeugdtuinen. En daar vind je onze linkjes wel. En daar heb je Hessel, die is daar coördinator in. En die regelt dan een open dag of zeg maar een bezoeksdag. Dat die in de ochtend kindertjes kunnen komen hier zo. Om dan zo'n kast te bekijken. Ja. Hey Gerard, moet je kijken hoeveel mensen er zijn. Het is open dag, maar... We gaan eens kijken wat ze aan het doen zijn daar zo. Ga je mee? Michiel, open yes. Dag hier in Borgerswals. Maar jullie doen heel wat anders, hè? Ja, wij genieten ook van alles hier. Maar we zijn vanmorgen bij elkaar geweest om inderdaad een lekkere speurtocht te doen. Wat te fietsen met elkaar, gezellig samen te komen. Maar we willen ook stilstaan bij de inhoud of de betekenis van Hemelvaart. Ja. Ja, en wat betekent Hemelvaart voor jullie? Het betekent dat Jezus zeg maar naar zijn vader, naar God toe is gegaan en daar plek heeft gekregen. Het betekent dat hij als ware zijn plaats op de troon heeft ingenomen. Als koning, als God, als Heer. Ja, jullie zijn van de baptistengemeente Hoeksteen? Ja, baptistengemeente Hoeksteen. En ja. Doen jullie dit ieder jaar altijd? Nee, dit was min of meer spontaan hebben we dit laatst bedacht. En we hebben de mensen wat opgeroepen. Kom en doe mee aan de activiteiten. En nee, dit was voor deze keer zo. En hoe zag de ochtend of de dag, hoe ziet die eruit voor jullie? Nou, de koffie stond om rond 9:30, 10:00 klaar en het konden mensen hier koffie drinken. En daarna zijn we uiteengegaan in een speurtocht, een wandeling hebben gedaan en een fietstocht. En mensen bleven ook hier hangen. Dus, en daarna rond 12:00 hebben we hier wat lekkers gegeten met elkaar. Als ik de opkomst kijk, herhaling zeker volgens jou, of niet? Ja, zeker. Dat is een mooie traditie die we... Ja. Ik wil je bedanken voor de uitleg en ook ben je ze helemaal vaar daar. Ja, nou... Ja. Ja, goede Hemelvaartsdag ook. Ja, toch prima. Ja, bedankt. Nou, vanmorgen was het erg rustig hier zo. Dan sliep iedereen nog, de gordijntjes dicht. Maar we horen de eerste hondjes al. We gaan eens even kijken hier zo. Goedemiddag, is dat middag al of niet? Zeker. Ja, al lang. Goedemiddag. Jullie zijn in Veenam met uw camper. Ja. Komen jullie speciaal voor de open dag of komen jullie vaker? Nee, wij komen hier vaker. Vaker. Maar wij wisten inderdaad dat er open dag was. Dus zei ik tegen mijn man, joh, laten we hier lekker blijven. Wordt gezellig. Jij dus, komt voor de open dag. Ja, ik kom voor de open dag. Ja. En het weer, dat komt ook nog wel. Dus. En komen jullie uit de buurt of uit verre? Ja. Wij komen uit Zeeland. Uit Zeeland? Ja. En helemaal speciaal naar Veenam toe. God, ja, dat is een beetje om. Ja, maar trekt er een of andere manier Veenam of zo een of andere manier? Ja, kijk eens hoe leuk het uitzicht hier is. Je staat er met de camper gelijk bij het water. Je hebt hier alles. Veenam heeft een leuk centrum. Voor onze camper hebben we daar een leuk ding waar we kunnen laten repareren. Ja, waar ik dan ook altijd de keuring doe. Dus wat dat betreft trekt Veenam altijd wel. Sometimes I get to feel I was back in the old.